Hou je eigenlijk van pizza? Echt helemaal niet. Echt helemaal niet. In Hoe is het nu met gaan we op bezoek bij oud-voetballers om te kijken wat ze aan het doen zijn na hun voetbalcarrière. Vandaag zijn we in Soesterberg bij een oud-keeper die promoveerde met Volendam, kampioen werd bij Ajax en Europees voetbal haalde met FC Utrecht. Hoe is het nu met Jeroen Verhoeven? Nou, met Jeroen Verhoeven gaat het heel goed. Ja? Ja. Weet je een beetje te vermaken na je voetbalcarrière? Ik weet me heel goed te vermaken, ja. Waar hou je mee bezig op dit moment? Nou, we hebben eigenlijk twee dingen. We hebben een indoor speeltuin. Gerund door jongeren met een autisme, een beperking. En we hebben een zorginstelling waar we een school-leertraject, dagbesteding, dus een dagbesteding in de speeltuin, dagbesteding, leertraject hebben. Waar we ook ambulant begeleiding geven. En daar dus, zijn we nu? Daar zijn we nu. We zijn nu bij de dagbesteding leertraject. Misschien kan je het niet vergelijken, maar de waardering die je daarvan krijgt als dat lukt, is natuurlijk groot. Ja. Heb jij het idee dat dat misschien wel eens mooier is dan op het museumplein je landstitel vieren of niet? Ja, ik zie dat dan weer anders, want weet je, als je kampioen wordt, Nederlands kampioen, is je euforie groter, weet je, massaler. Maar hier is het wel, weet je, krijg je een briefje van iemand en er staat op bedankt dat we weer gezin mogen zijn. Ja, ja, dat is prachtig. Dat is ook onbetaalbaar. Ja, want het is natuurlijk best een stap. Voetballer, de meeste voetballers komen in de voetballerij terecht als trainer. Ja. In de zorg is natuurlijk iets anders. Hoe heb jij die stap dan gemaakt? Ik heb er wel over nagedacht wat ik wilde doen, maar diëtist, dat werd hem niet. Dat zat er niet en een fitness trainer dat werd specialiteit spinning. Nee, dat ging ook niet. Daar had ik ook al 20 jaar op gezeten. Dus nou werd je derde keus. Ja, derde keus werd zorg. Dit is hem. Ja. Dan gaan we in de speeltuin. En dan hier eigenlijk op hemelsbreed 100 meter heb je de speeltuin zitten. Ja. Hang je zelf wel eens in de touw? Zeker. Ik moet alle ballen altijd verzamelen. Elke dag. Dus ik kan heel goed ballen verzamelen. Ja. Dus ik ga er altijd doorheen. Dus dan heb je hele speeltuin en als kinderen dan trek hebben of ouders trek hebben, dan kunnen ze hier lekker een bakje koffie nemen of een broodje. Ja, we zijn nu hier in het restaurantgedeelte. Wij hebben hier chefkoks in dienst die de jongeren begeleiden, maar ook gewoon een pedagogisch medewerker die ook de jongeren begeleiden. En we maken alles vers. Je bent natuurlijk een keeper die we allemaal kennen van Volendam, van Ajax en Utrecht. Maar je bent ook natuurlijk bekend om die ene leus. Ja. Ja, de pizza. Hè? Ik heb nu dus bloem neergelegd en ik ben nu de pizza aan het rollen. Ziet, ik ben van alle markten thuis. Wat was nou vroeger jouw eetschema als voetballer? Nou, laten we zo zeggen, als ik op trainingskamp ging, kwam ik altijd aan. Ja. Want werd alles uitgemeten wat je moest eten, hoeveel je verbruikt had. Maar op trainingskamp kwam ik altijd aan. Ja. Dus, want ik heb ook een keer een interview van jou gelezen dat je eigenlijk alles eraan deed om af te vallen, maar dat niet lukte. Nou, bij Volendam was ik om 8:45 rondjes 3 kwartier om het veld aan het rennen, om het hoofdveld met kunstgras. Ja. Gingen we trainen en smiddags had ik nog een keer een personal training met een personal trainer in Volendam. Ja. En toen heeft het na 6 maanden elke dag dat te doen en wedstrijden en doen, ik denk dat het 1,5% geschild heeft. Maar ja, dan nam ik het commentaar maar voor lief. Ja. Vond je het erg, het commentaar? Oh, pizza, vanaf de tribune? Nee, vond niet erg. Oh, mooi zeg. Hou je eigenlijk van pizza? Echt helemaal niet. Ik vind pasta's wel heel erg lekker. Ja. Lasagne en zo, maar pizza's, nee. Meestal als ik het gegeten heb, dan hangen de vellen in mijn mond. En daar hou ik niet van. In het midden alsjeblieft. Zo? Ja. Auw. Dan draai je deze even helemaal naar mij toe. En gewoon één keer helemaal door deze kant op. Ja, en dan nu nog verder. Oh, de 12. Ja. Nou Jeroen, kijk nou eens joh. Potverdorie. Alsjeblieft, pizza dat plezier. Dat ziet er goed uit. Yeah. Ja. Erg lekker. Heel lekker. Vind je hem ook lekker? Ja. Goed gemaakt, Hoef. Ja. Complimenten voor mezelf. Ik kan niet alleen ballen pakken, maar ik kan ook nog eens pizza's bakken. Bewijs is geleverd. Ergens zit er toch ergens een kern van waarheid in. En dat is echt, met al dat OO pizza. Ja. Ja.
roeping. We hebben een app.